Welkom bij weer een nieuwe Road to Graduate vlog. Het is ondertussen al de vierde vlog. En ja. Ze doen het wel goed, eigenlijk. Het is vandaag dinsdag 15 mei. Het is nu iets van 4:30. En ik heb daarnet een drankje gepakt. Namelijk water met een beetje grenadine. En ik ga nu voor school werken. Ik had vandaag weer geen achtste. Ik weet niet goed of ik het goed of slecht vind eigenlijk, want ja, daardoor missen we heel veel lessen van een belangrijk vak, van SW. Maar aan de andere kant ben ik ook wel blij, want dan ben ik sneller thuis. Dus het is een beetje mixed feelings. Maar ik ga nu voor mijn GP werken, voor mijn woord vooraf inleidingsbesluit, want dat moeten we maken. En dan ga ik daarna waarschijnlijk voor SW een schema maken. Of nee. Ik ga daarna voor mijn planning van mijn didactisch model werken, denk ik. Ja, dat ga ik doen. Oké. Hallo, het is nu woensdag 16 mei en het is nu 10:50 en ik zit op mijn bed klaar om mijn derde vlog te editen. En dan komt die zo snel mogelijk online, zodat jullie weer een nieuwe Road to Graduate hebben. Dit is ondertussen al de vierde en ik vind het eigenlijk echt super leuk om te doen. Ik merk wel dat ik dikwijls vergeet om te vloggen, maar ja, ik denk er altijd aan op momenten dat ik niet kan vloggen of bijvoorbeeld aan het eten ben, denk ik, ah, zelfs moet ik vloggen, maar als ik dan terug boven ben, ben ik het weer vergeten. Dus daar moet ik nog een klein beetje aan werken, maar ik ga hem dus nu bewerken en ik spreek jullie zelfs. Ik heb even een start gemaakt, want ik had een beetje last van mijn haar en mijn gezicht hing. Maar het is ondertussen al 3:20 en ik heb eigenlijk nog niks voor school gedaan. Ik heb heel de tijd aan die video bezig geweest, geüpload, thumbnail gemaakt. Heb ik zelf nog een video, al een paar video's gekeken. Maar nu ga ik wel nog aan mijn planning met mijn didactisch model werken. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. En de vlog is ondertussen ook geüpload. Dus dat is ook goed. Even dat even fatsoeneren. Morgen ga ik terug naar de kapper. Ik denk niet dat ik dat al verteld had. Dus ik ga morgen naar de kapper. En dan gaat denk ik zoiets af terug. Dus wel een beetje korter, maar mijn punten zijn echt kapot van altijd mijn haar te stelen als ik een danswedstrijd had. En te brushen en te drogen en huh? Maar goed, ik ga dus nu in mijn planning werken. En ja. Ik heb deze avond trouwens ook dansen en daarna ga ik nog zwemmen. Dus van 6 tot 7 heb ik dansen en dan van 7:30 tot 8:30 ongeveer ga ik nog zwemmen. Hoi hoi, het is nu donderdag en het is iets van 7:15. En ik heb net avond gegeten en zoals je misschien ziet... Misschien niet, waarschijnlijk ga je het niet zien, maar dat is omdat het nog stijl is. Ik ben naar de kapper geweest en er is iets van een 7 centimeter af ongeveer. Het werd al tijd dat er nog eens wat afging. Allee, ik wou het eerst terug zo kort laten knippen als vorige zomer, dus echt zo terug tot hier. Maar ik heb dat niet gedaan, omdat ik wist dat ik daar toch weer, allee, niet echt spijt, maar dat ik dat had gedacht, oh, had ik het maar niet gedaan of had ik het, vind ik het wel juist beslissing. Hier van voren is het zo wel wat korter. Zo, ik weet niet dat jullie dat kunnen zien eigenlijk, dat het hier korter is. Ja, dat is om zo'n beetje speling te hebben in je haar. En dat vind ik wel heel leuk. Nu is het dus nog stijl, maar als het gewassen is, gaat je het beter zien dat het terug korter is. En we hebben ook al avond gegeten en ik heb echt rode plekken in mijn nek. Ik weet niet waarom, op mijn hals. Ik ga nu voor school werken. Ik ga even eerst laten zien wat ik moet doen. Boek lezen, as always. SW lezen, want ik heb morgen open boektest. Omdat, ja, we hebben die leerstof eigenlijk pas vandaag afgerond. En daarmee is het een open boektest. Ik moet foto's trekken van mijn didactisch model. En ik moet die planning afmaken van didactisch model. Dat heb ik er nog in het klein bij geschreven. En dan ben ik vandaag ook naar de kapper geweest. Dus ja. En hier is ondertussen ook weer nog heel wat bijgekomen. Tekst Engels, Nederlands reclame, Nederlands leesfiche, dialoogjes, NW-test. En voor GP ook nog wat. Maar deze is nu dus voor vandaag.
Dus het is nu 9:50 en mijn planning van mijn didactisch model is eindelijk af. Ik moet morgen alleen nog één foto trekken en die nog bijna bestand voeren. Maar dat is eigenlijk ten opzichte van alles wat ik al gedaan heb, geen werk meer. Dus nu kan ik eindelijk zeggen dat de af is. On. Oh, ik ben zo opgelucht, want dat was zoveel en zo vermoeiend. En ja, dat was echt... Ik vond het echt grillig. Maar nu is het dus eindelijk af. En ik ga nu mijn pyjama aandoen. En dan ga ik nog, denk ik, snel even SW lezen. En dan nog in mijn boek lezen. Dus ja, dat wordt nog even lang. Maar ja, dat ga ik nog even doen. En voor nu slaap wel en tot morgen. Dus, het is nu vrijdag. En ben overbelicht. En ik ben aardbeien aan het eten. En normaal heb ik dus op vrijdag training. Oei. Maar omdat mijn wedstrijdtrainingen dus gedaan zijn, niet meer. En daarom kan ik dus vandaag ook voor school werken, wat ik dus ook ga doen. En ik heb in de klas eigenlijk al heel mijn weekend gepland, want we hebben maandag weer geen school. Ik vraag me niet waarom, we hebben super vaak dus geen school. Ik heb zelfs gewoon een week al gepland. Dit staat er op mijn planning dit weekend. En het is behoorlijk veel, laten we dat stellen, dat het eigenlijk heel veel is. Vandaag is dus vrijdag, dus moet ik nu dit doen. Ja, dan, eigenlijk lijkt dat heel veel, maar is dat niet zoveel? Dat zijn vooral nog producten. Ik ben ook net foto's gaan trekken voor mijn detectisch model. Dus die foto moet ik er nog in zetten, of die paar foto's. En dan ben ik echt klaar met dat didactisch model. Dus dat is eigenlijk echt super goed. Dan moet ik mijn bronnen checken, allee, verbeteren, mijn boek lezen, een Frans dialoog leren. Een Nederlandse collage maken. Dus dat moet lukken. Let's go. Ik heb ondertussen al 3 van de 5 dingen gedaan. En eigenlijk is het meeste werk ook al gedaan. Het is ondertussen 6:00. En we hebben ook nog niet gegeten. Nu mijn bronnen zijn gedaan, mijn didactisch model is klaar. En ik heb een Frans dialoogje geleerd. Dus ga ik nu nog aan mijn collage van Nederlands werken. En dan ga ik straks nog in mijn boek lezen. Mijn collage is af. Ik heb nu dit en op de achterkant dit. Ja, jullie hebben daar niet echt veel boodschap aan, maar ik dacht, ik laat het toch even zien. En ik ga nu beneden mijn boek lezen. Het is ondertussen 7:50. Bijna. Dus ik ga dat doen en dan spreek ik jullie zelfs nog normaal gezien. Ik ben gisteravond vergeten de vlog af te sluiten en ik ga zo dadelijk een nieuwe vlog beginnen. Dus bij deze wil ik jullie heel erg bedanken om te kijken naar deze vlog. Terwijl vast zeker even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Vergeet ook zeker even niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn verdere road to graduates. En dan wil ik jullie nogmaals heel erg bedanken en ik zie jullie graag de volgende keer. Daag!